Ik dacht dat omroepsters altijd hun eigen teksten mochten schrijven, maar ik lees voor. Phil Collins is echt waanzinnig. Een van de grootste der aarde. Ik had dat concert nog net niet gezien, maar ik ben diep onder de indruk. En dan staat er boven Giel en dan zegt hij, nou ik ook. Die man is werkelijk geweldig. Overigens, tot zover de Veronica Muziekdag, dames en heren. Als u weer meer muziek wil zien op de televisie, dan kan dat. Vanaf woensdag heeft hij wat te doen met Countdown. En heeft hij wat te doen met de Top 40. Dat is correct. En tot besluit kan ik zeggen, deze zesde keer Muziekdag bij Veronica zit erop. Volgend jaar is er ongetwijfeld weer een. Vanaf 5 uur vanmiddag hopen we dat iedereen met veel plezier gekeken heeft naar al die muziekprogramma's en die optredende artiesten. En we kunnen zonder meer constateren dat een hoogtepunt op deze avond was de muziekveiling. Waarbij we 100.000 gulden hebben opgehaald voor het goede doel voor Artsen zonder Grenzen. Daar zijn we erg blij mee. En ook dat muisje zal nog wel een staartje krijgen, want ik denk dat we zo'n muziekveiling vast en zeker nog wel een keer doen. Bedankt voor het kijken. Welterusten voor strakjes. En als je nog wat rustig aan wil doen, dat is prima. Jongens, ik vond het gezellig, ik vond het leuk. En ik hoop dat u het ook leuk vond. Tot ziens. Ja, Erik, tot ziens.